Salamu alaikum arhumatullah. Vrede zij met u. Het woord qadar wordt vaak gebruikt met name door moslims, maar weinigen die de betekenis van dit concept op juiste manier kunnen begrijpen. Vandaag zal ik ingaan op de betekenis van dit concept en daarna zal ik proberen het in het kader van het scheppingsverhaal van mens te introduceren en bespreken. Het Arabische woord qadar wordt vertaald met verschillende Nederlandse vertaal-equivalenten, waaronder noodlot, voorbeschikking, voorbestemming en predestinatie. Hiermee wordt in de islam bedoeld het feit dat God alle dingen en gebeurtenissen in het verleden heeft bepaald en voorgeschreven, volgens Zijn wil en Zijn kennis. Hij weet precies wanneer en hoe deze zaken zullen gebeuren. In de Koran staat dat Allah alle zaken volgens een bepaalde maatgeving heeft geschapen. Dat wil zeggen dat God alles wat hier in het universum is en wat zal zijn en wat zal niet zijn, weet. Dat God het hele lot heeft opgenomen en bewaard in een bepaalde plaats in de hemel dat God het lot wil voorkomen zoals hij weet en heeft voorbestemd en dat de godschepen is gemaakt volgens zijn kennis voorbeschikking en wil. Bovendien wordt de qadar Beschouwd als het zesde geloofsartikel waarin elk moslim dient te geloven. Hier zou ik mij willen beperken uh, tot het scheppingsverhaal van Adam om na te gaan hoe het zich met de kwestie Gaddaar verhoudt. Maar mijn mening kan het bestaan van de mens als een noodlot, oftewel als een eeuw noodlot opgevat worden. De existentie van de mens kan niet begrepen worden zonder de terugkeer naar het begin van de mensheid, namelijk van de eerste mens Adam. Adam symboliseert in de monotheïstische religies naar de mensheid. Wanneer Adam was geschapen door God, werd hij voorzien van verschillende geestelijke, morele en materiële vermogens en uh, mogelijkheden. God gaf Adam kennis. Hij leerde hem de namen van alle Dingen zoals de Koran zegt, leren hier in de zin van kennis, wetenschap en allerlei sociale en professionele vaardigheden. Adam was gehonoreerd met het paradijs. De Bijbel Verwijst naar de hof of het paradijs van Ede, terwijl de Koran spreekt over een onbepaald paradijs. In het paradijs mochten Adam en zijn vrouw Eva eh, leven en van alles genieten, behalve het eten van een bepaald, bepaalde boom. O Adam, Verblijf samen met jouw vrouw in het paradijs en eet, beden, vrijelijk, met plezier en genoot van de zaken daarvan zoals jullie willen. Maar kom niet bij deze boom of jullie beden zullen tot de zondaren behoren. In het oude testament, in de Bijbel, gaat het om de boom. Van kennis van het goed en kwaad. Maar in de Koran is de naam van deze boom niet aangegeven. Het blijft onbekend. Ook bij de Koran exegeten een mufassirun die van verschillende bomen spreken: waaronder palm, vegenboom en droven. Boom. Belangrijker is niet de aard of de naam van de boom, maar de goddelijke proef waarop Adam en zijn vrouw Eva als de eerste mensen worden gesteld. Op grond hiervan blijkt dat de mens zich eerst vestigde in het paradijs. Maar door de misleiding van de Satan heeft hij de goddelijke waarschuwing vergeten in de aard van de verboden boom. Als gevolg daarvan worden Adam en zijn vrouw Eva uit het paradijs verbannen naar de aarde, waar zij de eerste mensengemeenschap zouden oprichten. Deze gebeurtenis staat bekend in de Bijbel als de zondeval, omdat eh, zij, Adam en zijn vrouw Eva, eh, Gods verbod hebben geschonden door het eten van de boom van kennis eh, van het goed en kwaad. Eh, volgens de Koran fluisterde de Satan Adam kwaad in. En zegt: O Adam, zal ik u voeren tot de boom der eeuwigheid, een, een koninkrijk dat nimmer zal vergaan. Op deze manier werd ons lot op de aarde voorbestemd, waar het leven geen fluitje van een cent is. Op aarde moest mens- Hard werken om zijn levensonderhoud te hebben en zichzelf te beschermen tegen dieren, tegen andere wezens en tegen natuurverschijnselen. Ook, zoals de Koran aangeeft, een deel van jullie zal een vijand voor de ander zijn. Op de aarde zal een verblijfplaats, een Genieting voor jullie zijn tot een bepaald tijdstip. De mensen denken uh, verder dan hun aardse noodlot. Zij verlangen dikwijls aan de terugkeer naar het begin, namelijk naar het paradijs. Om deze droom te bereiken, Dienen mensen hard te werken, te werken en de goddelijke leiding te volgen, zou, zullen zij niet vrezen, nog zullen zij uh, bedroefd zijn. In het Heer, zal eer tot hen geroepen worden: Dit is het paradijs dat jullie hebben geërfd, wegens wat jullie plachten te doen. Het gaat dus uiteindelijk om een soort cyclus waarbij het vertrekpunt van de mens is de aarde, waaruit Adam is geschapen, dan verstichtte hij zich met zijn vrouw Eva in het paradijs door de misleiding van de Satan en het eten van, de verboden boom zouden zij het paradijs verliezen. Daarna werden zij daaruit verbannen naar de aarde, waar mensen leven met de wens van de terugkeer naar het paradijs om daar eeuwig te leven.